Wij hebben een initiatiefvoorstel ingediend als D66 om supermarkten op zondag open te kunnen laten zijn. Dat is in Tilburg nu nog niet mogelijk. En wij zouden dat graag wel mogelijk zien. Omdat wij er eigenlijk voor zijn dat ondernemers zelf en ook consumenten zelf mogen bepalen wanneer ze hun inkopen doen. En wanneer ze hun winkel open hebben. Op dit moment mag dat in Tilburg niet. Mag alleen de gewone koopzondagen, zeg maar zelfs in de binnenstad, dus een paar keer per jaar. Maar niet iedere zondag. En wat ons betreft kan iedereen zelf bepalen wat hij op zondag doet. Of hij naar de kerk gaat, of dat hij naar de sportvelden gaat, of dat hij gaat winkelen. Of dat hij naar de supermarkt gaat. Nou ja, vul maar in wat hij wil. En dat kan nu niet. We lopen enorm achter. Want wereldsteden als Hilvarenbeek en Goorlen, daar kan dit al gewoon. Daar kunnen supermarkten gewoon elke zondag open. En we zien ook dat mensen uit Tilburg die kant op gaan. En we merken ook van de ondernemers hier, onder andere de Super de Boer waar we nou voor staan. Maar ook de Albert Heijn, de grote Albert Heijn, bijvoorbeeld de C1000 in de Blaak. Nou, zo zijn er nog een 20-tal supermarkten. Die hebben gezegd, wij willen ook graag open op zondag. Want wij zien daar wel brood in. We zien daar wel, dus er is duidelijk vraag naar. Het is vol in die supermarkten op zondag. De ondernemers zien daar geld in en de consumenten willen graag winkelen. Dus ja, wat houdt ons nog tegen? En volgens de huidige winkeltijdenwet heb je twee mogelijkheden om op zondag open te kunnen. Los nog van de gewone koopzondag. Je hebt de ene is de zogenaamde avondwinkelopenstelling. Dat wil zeggen dat winkels die levensmiddelen verkopen en dan de alcoholische drank is uitgesloten. Die na 4 uur open mogen op zondag en dan tot zeg een uur of 11, 12. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid is de toerismebepaling. Dat wil zeggen dat je als stad of als gemeente verklaart dat je toeristisch gebied bent. Dat je een bepaalde toeristische aantrekkingskracht hebt. En op basis daarvan kun je elke zondag de winkels open doen op iedere tijd die je als gemeente wilt. Dat ze bang zijn dat de kleine ondernemers daar aan onderdoor gaan. Dus inderdaad de bakker en de slager op de hoek. Die dan niet open kan op zondag en daarmee klanten kwijtraakt aan de supermarkt. En andere partijen zeggen weer van nou, we willen gewoon op zondag gewoon ook wat rust. En sommigen steken dat in vanuit de kerkelijke kant, dat is een beetje het CDA. En anderen steken dat weer in uit de kant van ja, we hoeven ook niet 7 dagen per week te consumeren. We mogen als, als burger ook wel eens gewoon een dag even niet winkelen en niet geld uitgeven. En we hoeven niet zeg maar de planeet compleet leeg te kopen. Dus dat zijn een beetje de argumenten die we tegengeworpen krijgen. Wij denken dat het niet aan de gemeente is om dat nou te gaan regelen. Laat dat lekker aan de ondernemersgeest van de winkeliers over. En voor hetzelfde geld gaan ze op dinsdag dicht of op maandag dicht.